fearless regardless where we are playing, even facing a fantastic Antwerpen in front of 15,000. On that way, we get systematically destroyed. So it's a battle we cannot win, and I'm extremely disappointed and I'm sad for our team, for Cercle, because we tried everything in the last months to Sportive to achieve that. If you want to see a clear penalty, please watch the footage of Anderlecht versus Westerlo in the 84th minute. Thank you very much. Hele moeilijke tegenstander. Extreem moeilijk. Waarom? Omdat zij variabel zijn. Zij zetten druk bijna over het hele veld. Tegen drie spitsen die levensgevaarlijk zijn, die gewoon goed samenwerken. Moeilijk. Dan staan ze met twee in de spits, dan staan ze met één of andersom. Daar hebben we ons goed op voorbereid. Ik vond ons de eerste helft heel goed spelen. Moeten we denk ik op 1, 2 en misschien zelfs 3-0 voorkomen. Kom je 1-0 achter. Ja, en dan moet je, zoals tegen Charleroi en tegen Zulte en nu weer tegen Cercle, moet je geduldig blijven. En geduldig zijn. En dat zijn we geweest. Uiteindelijk word je daarin beloond. Ik denk dat het wel terecht is dat we die wedstrijd winnen. En dan kun je, wat het coach van Cercle ook zegt, daar kun je over discussiëren. Ik dacht gelijk eraan als je mijn reactie zag langs het veld. Maar goed, dat doe ik altijd. Ook al is het niks. Maar dat we deze wedstrijd over streep trekken, zegt wel iets over deze groep. Zoals we tegen Charleroi normaal gesproken ook winnen. Dat doen ze nu weer hetzelfde. En dat verdient deze groep ook. Het is ook terecht dat we gewonnen hebben uiteindelijk. En mooi om te zien. Dat je samen met dit publiek, wat uitzonderlijk is, wat ook net benoemd werd. Ja, als deze machine gaat draaien, dan ben je niet blij als je voetbalt als het lawaai van de tribunes golft.